heimwee naar Huddegriep. Dat is een nieuw stuk dat theater ontwikkelt die met de acteurs Ilko Venema en Laurens van den Akker. Het stuk is baseren op herinneringen van deze beide mannen. Herman Zijlstra die reisde naar Huddegriep, die met de regisseur Tatjana Pretli, om te praten over ja, wat docht heimwee eigenlijk mooie mens. Want ik heb het stuk hoor, onwennigers. Nou, ik ging dus wel naar Bergen toe, maar ik weet niet of deze daar nu nog langskomt. Deze komt daar niet meer langs, want deze gaat namelijk naar Drachten. Ah, die komt wel, moet wel langs Nederland 10. Ja, 62. Deze wel. Deze nam ik naar een vriendinnetje toe. Ja, dus die nam ik wel, 62. En 62 nam ik ook wel naar school in de winter als het echt, echt koud was en sneeuwde. Nou, mijn moeder is half Frans, half Pools en mijn vader is half Engels, half Fries. En ze hadden elkaar in Frankrijk leren kennen en daar woonden ze dus toen ook. Daar zijn ze getrouwd, hebben ze mijn broer gekregen. En toen zijn ze naar Friesland gekomen, of in ieder geval naar Nederland weer voor werk. Omdat het moest. En daar had mijn moeder natuurlijk wel een beetje heimwee. Dus dit is ook het huis waar mijn moeder aan de telefoon met haar zus bijvoorbeeld in Frankrijk was. En dan moest ze huilen. En dan zei mijn vader tegen mij, dat is een van mijn eerste herinneringen, was ik 4 of 5. En zei mijn vader, mama heeft een beetje heimwee. Was het in een dorp wennen of net? Ja. Waar? Utrecht. Nou, ik heb gezegd dat ik een voorstelling wilde maken over hoe herinneringen werken. En dat het ook over heimwee zou moeten gaan. Vooral over een verlangen terug naar een tijd die voorbij is. Heel komend. Ik kom hier koud. Oh ja. Ja. Wil ik alles geven? Hey Arne! Arne! Hey Arne! Arne jongen! Hey Arne! Arne jongen! Hey! Arne, jongen. Hey! Idioot! Idioot! Wat een idioot! Alles is gewoon wat basier op u is verliezen. En dus die figuren ik en zo. Ja, sommige mensen kijken iets onrezetten of... Ja. Dit is dus echt geen steek veranderd. Dat is echt zo. Dit is, als je die gordijntjes die daar hangen zijn precies hetzelfde. Het is zo'n blauwe deur, dat herinner ik me precies. Het is alleen raar omdat het toen groter voelde. En er zijn ineens computers. Die had je toen natuurlijk nog niet, computers. Nee. Ik heb even kijken of het open is. Ik denk het niet hoor, maar... Ik heb dit laatste ook gedaan, maar dat zeggen we er niet bij. Met de jongens ben ik hier dus ook geweest, hè? Mijn eerste herinnering qua muziek, dat waren dan cassettebandjes van mijn ouders. En dat is die muziek van BZN en dat soort werk. En Mon Amour, dat zong ik dan mij in een soort van fonetisch Frans. Wat is nou? Hè? Wat is nou? Ik doe die jongen rest van BZN. De verkeerde. Nee, die van we hadden in de vaststelling een beetje onzet, nee. Maar ik ben dan wel meer van de feiten. Het maakt wel kloppen. Had hij doen ze het als Carola van BZN, dan klopt het net. Want we was jonge Mon Amour en dat wie aan die schilder. En dan moet hij net doen ze als Carola. Maar ik meisje dan nog altijd nog een iets leuker verhaal van dat het eigenlijk volgens mij wie. Nou, hier had ik dus op maandagmiddag toneelles en op zondag soms ook. En dan, ja, wat is dit? Echt een paar vierkante meter en dan stond je dan... Het is echt opvallend dat mensen eigenlijk... Dat je eigenlijk vaak jezelf ook een verhaal kunt vertellen en daarin gaat geloven. Dus dat je iets gaat denken wat misschien wel helemaal niet bestaat. En daarom is het zo fijn dat er dit soort plekken zijn, dat je het nog kan opzoeken. En dat je kan denken, oh ja, zie je? Zo was het. Oh, misschien heb je het anders in je hoofd gehaald of is het anders geworden. Is het vertekend met de tijd. Je maakt een verhaal van je leven. En daar wordt alles een onderdeel in. Om
met iemand, met een leuke meid, gewoon lekker over elkaar heen te kliederen. En over elkaar heen te glijden en er niet bang voor te zijn om elkaar aan te raken en dat soort dingen. Maar gewoon een partij lol hebben in een hoop met smurrie. Kun je die nog iets herinneren wat, wat wel apart wie, wat Boppe Kaam? Dat dus Mem, Joens, als ik krijg de bedlijn, de was nog iets sloeg. En ik wilde altijd heel lekker sliepen op het lood van het Islaan van de Wask. Ik heb ook gezegd hoe ik ongeveer wilde werken, zodat het heel erg vanuit hun zou gaan komen. Zodat ik ze echt nodig had. Ja. Jij bent niet zo van het acteurs op een podium zetten en tekstje volgen. Nou, dat doe ik ook wel. Dat vind ik ook spannend. Alleen, ik wil het graag allebei doen. Ik denk, ja, theater is zo veelzijdig. Ik wil graag allerlei verschillende manieren laten zien waarop je over het leven na kan denken. Ik hou er eigenlijk heel erg van om mensen een beetje te verwarren. Dus om ze dingen te laten herkennen. Dat ze denken, oh ja, dat heb ik ook. Of oh, dat herken ik. Of wat gebeurt er nou? Wat is dit? Dat gebied vind ik heel spannend. Dat het niet alleen maar is, oh ja, dat herken ik. Maar ook, wat gebeurt hier? Wat wordt me nou verteld? Wat zijn ze nou aan het doen met elkaar? Want dan zit je echt op het puntje van je stoel. Heimwee naar Hurregriep is te zien op Oerol van 15 juni, twakkerdijs. Om 11:12 en 11:05.